Jag är en bronsjävel. Dat betekent in het Zweeds, ik ben bronzen duivel. Yo, wat is dat mensen? En super tof dat jullie terugkijken naar alweer een gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Brar van Total Brari en zoals jullie het al zien beste mensen, ben ik teruggekomen van Zweden. Natuurlijk beste mensen, het was een zeer leuke ervaring eigenlijk. De reis naar Zweden eigenlijk. Het was natuurlijk een leuke reis. Ik had het erger verwacht. Nee. Maar het is een hele leuke reis naar Zweden. Natuurlijk voor de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal en nog niet weten waar ik naartoe, voor wat ik naar Zweden ben geweest. Wel, ik ben met de Gevobaploeg van de Rode Duivels naar Gothenburg geweest om de Gothia Cup toernooi te spelen. En dat was enorm nice. Echt waar, dat was echt enorm indrukwekkend. Natuurlijk, nu denk je zo van in de dreiging van Brar, welke plaats heb je nu behaald? Wel, ik heb brons gehaald. Hoe cool is dat? Ik heb brons gehaald. Dat is gewoon fantastisch. Een unieke ervaring en natuurlijk, we hebben gewoon de derde prijs te pakken. Dat is gewoon fantastisch. Vind je niet? Maar Brar, waarom heb je dan eigenlijk brons gehaald? Als je ook voor goud kon gaan. Wel, jongens, beste mensen, ik kon ook voor goud gaan, maar de tegenstanders waren heel moeilijk. Wel, ik ga het nu eens tot in het begin zeggen eigenlijk. De eerste dag hadden we allemaal oefenwedstrijden gespeeld eigenlijk, tegen Finland en Frankrijk. En dat was wel tof. We hebben tegen Finland 2-2 gelijk gespeeld en tegen Frankrijk 9-0 gewonnen. Wow, dat was echt een makkelijke oefenwedstrijd, nee, toch wel. We waren wel goed. En ja, dat was echt wel zeer toffe ervaring. Dan was er een groot event, eigenlijk. En dat was de openingsceremonie van de Gothia Cup. En natuurlijk was die dag ook super leuk. Want natuurlijk, ik zat hoog in de tribune. En ja, dat is gewoon fantastisch om te zien. Eigenlijk. Ook een beetje eendradig, de openingsceremonie. Maar het vuurwerk was echt enorm prachtig. Zodat kunnen jullie het vuurwerk zien, dat is echt enorm prachtig. En ja, en dan na de openingsceremonie en het vuurwerk konden we al zien tegen wie dat we moesten. En natuurlijk, ik kwam in een groep van 5 terecht. Natuurlijk, ik zat in groep 1 met Denemarken, Letland, Italië en Finland. Dus dat waren die vier landen die tegen mij moesten spelen. Natuurlijk, het was wel een enorm lastige groep eigenlijk. Het was een enorm lastige groep. Daarmee dat we brons hebben gehaald eigenlijk. Maar natuurlijk, beste mensen, wat was er allemaal die dag gebeurd? Wel, we hebben eerst verloren van de Denen, daarna verloren van de Italianen en zo verder en zo verder. Dan kwam de volgende dag was het tegen Letland. Maar die van Letland waren vuil aan het spelen, man. Echte waarheid. Dat is niet te doen. Die van Letland waren vuil aan het spelen. En daar hebben we ook van verloren. Dat is eigenlijk, ja, jammer. Maar dan hebben we onze kop niet laten hangen door dat gedoe van die letters. En we kregen nog hoop eigenlijk, omdat Finland een lager doelpuntenstaldo had dan wij. Dus we moesten sowieso winnen van Finland om dat kleine finale te spelen. En we hebben uiteindelijk van Finland toch gewonnen. Dus dat was echt wel heel tof. Dus we stonden 4e in de stand. En we mochten de kleine finale spelen tegen Italië. En dames en heren, we hebben die toch nog gewonnen, zeker. We hebben toch nog gewonnen met 2-0 van Italië. Wow, joh, dat is echt gewoon nice. En daarmee ben ik een bronzen duivel. Dus eigenlijk ben ik gewoon fantastisch en blij dat ik die reis heb meegemaakt.
Beste mensen, ik heb mij ingeschreven voor 4 jaar Rode Duivel. En wil ik nog een reis meemaken met de Rode Duivels? Ja, zeker. Apotheker. Dit is gewoon de max. Dus, dit was echt een enthousiaste video. Ik hoop dat jullie het ook enthousiast vonden. Ik ben Bronzen Duivel. Dus, beste mensen, doe dat blauwe duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie tot in de volgende video's. Bye, kids!